De meeste bedrijven waar mensen ongelukkig zijn, dat komt omdat het management top-down doet. En eigenlijk moet je echt bottoms-up. Nou ja, daalt dus echt gewoon de werkvloer op. Ja. De mensen die op de vloer staan, die weten het vaak het beste zijn. Die hebben ook vaak ook geniale ideeën om het bedrijf beter te maken. Maar waarom doen we dat dan niet strategisch gezien? Waarom doen we dat allemaal top-down dan? Ja, het is toch nog heel erg traditioneel, heel hiërarchisch. Echt de piramide. En ik geloof ook meer in een cirkel. Je moet zorgen dat die mensen verantwoordelijkheid krijgen. Ja. En dat is echt... Oké, ik zat even na te denken, dus dat moet je sowieso aanpakken. Maar helpen kleine dingen. Ik dacht, weet je wel, dit hebben wij tegenwoordig op het werk. Gewoon Rens, eet nou nog eens een appel, weet je wel. Is dat in stressballen? Ja. Vroeger mocht ik geen planten op het kantoor. Nu mag ik gewoon planten op mijn desk hebben. Ja, werkt dit? Ik word een stuk gelukkiger nu. Ja, dit is natuurlijk heel praktisch. Kijk, groen is goed voor tegen stress. Geeft energie, creativiteit. Fruit is natuurlijk hartstikke goed. Deze zou je niet nodig moeten hebben natuurlijk. Maar dat is heel praktisch. Ja. Wandelen, bewegen, lunch, samen. Goede koffie is echt ook heel belangrijk. Maar het gaat verder dan dat. Het is fijn dat dit er is. Ja. Maar je wil ook gewoon dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor wat ze doen. Dat ze zich gewaardeerd voelen. En dat ze de mogelijkheid hebben om feedback te geven.